Hallo, ik ben Cathy en mijn urban craft is haakkunst. 5 jaar geleden was ik al bezig met handwerken en gaf ik workshops hier in een lokaal café. Een van die workshopjes dat was in deze, rond kerstdag. Pimp Your Balls heette dat. Werden oude kerstballen zo wat opgesmukt met een netje en bloemetjes. Very cute. Maar ik was toch op zoek naar iets meer, wat je meer kunt doen met die simpele techniek van het haken. En dan ben ik in het groot begonnen. Ik had zo'n zetbal bij mij thuis. Ben ik met stevig touw daar ook zo'n net beginnen overhaken. Dat net liep dan uit in een teut. Die teut die werd al snel bevestigd in een boom en voilà, ik had een schommel. Het leuke aan haken vind ik dat het eigenlijk heel simpel is. Dus er zijn 3 belangrijke basisteken. Eenmaal je die onder de knie hebt, en met voldoende fantasie natuurlijk, dan kan je daar alle kanten mee op. De installaties die ik nu maak, kunnen worden ingezet op festivals, kleine grote festivals, speelpleinwerkingen. Die bestaan altijd uit verschillende modules, dus ik heb kleinere ballen die ik aan elkaar heb gehaakt. Grotere ook, om voor toffe niveauverschillen te zorgen. En die zien er altijd zo wat uit als beestjes of als een soort springkasteel. En dat slaat heel erg aan bij de kinderen. Ik begin met mijn modules in elkaar te steken. Ik zie wat er goed uitziet, wat niet. En ik laat er vooral mijn fantasie mee werken. Dus het is niet dat ik op voorhand een design heb gemaakt en er daarna maak. Nee, al de verbeelding komt erbij te pas in het werkproces. Wat ik persoonlijk nog graag zou doen, is iets waar de volwassenen bijvoorbeeld ook van kunnen genieten. Bijvoorbeeld deze hier. Dat is een zetel. Dus ik zou dat tof vinden als dat ergens op een festival staat. Dan zitten de mensen daarin met hun drankje en met hun kindjes en wat te babbelen. En dan is dat niet alleen een speeltoestel, dus dan is dat gewoon een hele lange bank waar iedereen op komt zitten of op komt zonnen of zo. Ik ben daar super graag mee bezig. Nu voor het ogenblik heb ik wat tijd voor mezelf uitgetrokken om alleen maar daarmee bezig te zijn. Dat bevalt mij enorm goed. Ik merk ook dat er heel veel vraag naar is, dus om aan die vraag te kunnen voldoen zou ik het eigenlijk wel tof vinden om alleen maar daarmee te kunnen bezig zijn. En dat zou me heel gelukkig maken.